kussen. Zullen we eens even kijken waar het verhaaltje over gaat? Het is een speciale dag vandaag. Cas gaat samen met papa en mama in een ander huis wonen. Cas gaat verhuizen. Wij binnen hier op het Bennenduivenbloe in Orenhaske van Skik. En wij gaan verhuizen, dat weet tijdelijk. Wij zitten hier nu 4 jaar een heel jaar. En wij gaan nu eens naar het cultuurhuis. En daar hebben we heel veel nog tien. Mama en papa zijn druk bezig. Kijk, en Cas helpt ook al een beetje. Hij stopt zijn lievelingsspulletjes één voor één in de grote doos. Ja, zie je het wel? Maar we kunnen alles zo net meenemen, hè? Hoe moeten we het dan verhuizen? Wat moeten we dan doen? Op een karren. Op een karren gaan we verhuizen en zetten we het dan in dozen dan? Ja! Ik heb hier een hele grote doos en een lietse doos. Ik ben heel erg bezig met het thema verhuizen. En de bijen vinden dat ik prachtig. Dus de bijen moeten je zelfs verhuizen? Ja, dat lukt het nergens op. Maar dat is juist hartstikke leuk dat ze dat doen. Want je moet er de bijen gewoon bij betrekken. Dan maken ze het ook inzichtelijk voor hun. En dan ben ze er heel wat mee bezig. Heel dan heb ik nog. Kan die er ook nog in? Ja, die past er niet in. Ah, jawel toch. We kunnen toch wel even proberen, hè? Nee, dat past net, hè? 1, 2. Nou. Het past helemaal goed, hè? Dat dozen inpakken, dat giet net zo'n hele vleug, hè? Nee, wij letten natuurlijk heel erg van de bijnauw hingen. Wat doen ze zelf en wat past net. En wat willen ze zelf meenemen? Was het door de bal pakken? Ja, of misschien nog een zachte bal. Kan misschien nog een kleine. Yes! Moet ook mee. Meenemen naar het nieuwe huis, het nieuwe gebouw. Nee. Past net, hè? Nee. Zullen we het proberen? Ik denk het goed. Ik ga er nog in. Nou, het is wel heel vol. Wij brengen ongeveer 4 dozen door, wat de best zelf maar inpakken en wat er op elkaar niet past. En dat doen we eigenlijk elke dag eventjes. Dus maar een beetje mazzel ben je hem takken hier verhuizen. Ah, ja, dat zou wel mooi zijn. Nou, we hopen er toch vrede te zitten. We gaan toch eens het jong pakken we natuurlijk met de leiding alles in. En dan gaat het in de vrachtwijn. En dan geven we orenwieken helemaal los. Nou, we zijn er, jongens. De nieuwe groep. Oh, jee. Nou, zijn we er. Prachtig. De mooiste uitspraak vond ik nog van mijn wijl en mijn schoonheid. Die zei dan altijd, dat is een Beeldse Bourgondier. Nou, mooi keer niet. Ja. Dit is de vulling van de Beeldse Pruittaart. Dat moet even van tevoren gemaakt worden. Net als de taart zelf. Dat bekleed ik de vorm met. Ik weet niet, het zit in de genen. He, als hardwarebakker. Mijn paken, waar visserman. Die kon geweldig vis bakken. He, daar ben ik eigenlijk ook min of meer een beetje opgegroeid. Want ik ging dan op mijn fietsje van huis naar de Westhoek. Werd mijn paken dan visserman waar. Nou, wat een wereld. En als dat niet ophouden was, was ik waarschijnlijk ook visserman worden. Want mijn huid wou eigenlijk niet dat ik bakker word. Ja, hij zei, ja, het is wel mooi, hè? Maar hij zei, het is een beestenleven. Om het zomaar even op zijn beeld te zeggen. Ik ben nacht en dag onderwees
En het is nooit al en het is nooit klaar. Of is 4 uur van bed en hij was om 11 uur erop. En hij zei, ik raad je dat niet aan. En dat ook is een beetje leren. Doen wat anders. Gaan wat doen. Nou ja, ik was ook een puber die tijd. Dus dan gooi je de kont in de krip. Ik zei, weet je wat, ik ga naar zee. Maar het koken, het bakken, het koken is altijd blijven. Wel genoeg. Maar in je het hier niet les bakker worden won? Ja, bakker of kok. Iets demet, hè, patissier. In het begin wel. Het is hem wel kwalijk genomen dat hij daar niet voor leren mocht. Maar nee, dat is nou ook weer over en uit. We het goed gehad zo. Hè? Ja. Waar blind je man in uit? In de keuken? In de patisserie. Gebakken en koekjes. Alleen ja, dat ken ik altijd. Hè? Want dan kom je bij de dokter die zei, je bent te dik. Dat ken ik. Dan moet u weer even een paar weken ophouden, hè? Beetje pittig. Ja? Ben je altijd de eerste die dit even proot? Ja. Ja, zeker weten. En als het me niet aanstaat, dan zeg ik het ook. Ja, het is ook genieten. Je kan niet alles opeten natuurlijk. Maar kort geleden nog een bruidstaart voor de dochter van mijn broer. Ja. Dat soort dingen, dat doen we gewoon. Dat zit er gewoon in. Jo, hey, op je voor uw wedstrijd voor amateurkoks. Tafel 18. Waarom ben je de beste? Dat is een vraag die eigenlijk geen antwoord op geven kan. Want dan kan ik mezelf wel op het bord slaan. Hè? Want ik ben de beste. Maar nee, ik wil de beste wezen. En daar ga ik voor. Hij voldoet aan mijn smaak, maar het is nog maar net hoe een ander erover denkt.